Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Dit is de satellietfoto van 10 voor drie vanmiddag. We zien dat een groot deel van het land met volop zonneschijn te maken heeft. Een paar wolkenvelden trekken al wel over het land. In de loop van de namiddag en avond zullen er steeds meer wolken over het land gaan trekken en later volgt er ook wat nichte neerslag. Met een zuidelijke wind wordt vandaag milde lucht aangevoerd. De temperatuur is bijna overal in de dubbele cijfers terechtgekomen: 10 graden in het noorden van het land tot plaatselijk zelfs 17 graden in Limburg. En dat zijn de hoogste temperaturen sinds 29 oktober vorig jaar. Inmiddels is dus het weerbeeld wel langzaam aan het veranderen. Als we de computerberekeningen erbij pakken, dan zien we dat ook gebeuren. De bewolking neemt steeds meer toe vanuit het westen. En uiteindelijk zal met name in het westen van het land vanavond ook een enkel spatje regen kunnen gaan vallen. In de nacht is het dan droog en klaart het af en toe een beetje op. Morgen overdag neemt de bewolking weer verder toe. En dan volgt er met name over Limburg een beetje regen. Het weerbeeld voor vanavond ziet er dan zo uit. Wisselen bewolkt. In de loop van de avond in het westen misschien een enkele spat regen, maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. Temperatuur halverwege de avond is een graad of 9. Komende nacht met soms wat opklaringen, daalt de temperatuur verder naar een graad of 4. En verder zou in het binnenland een enkele mistbang kunnen ontstaan. Dan morgen overdag. Een klein beetje zon, met name in het westen en noordwesten van het land. Later op de dag is het overwegend bewolkt. En dan over Limburg trekt een gebied met wat lichte neerslag. In het westen en noorden blijft het waarschijnlijk overwegend droog. Met een zuidwestelijke wind die is matig, kracht 3 of 4, wordt nog steeds zachte lucht aangevoerd. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 graden in het zuidoosten. Dan de dagen daarna blijft het enigszins wisselvallig weer. Op vrijdag zien we af en toe de zon, maar zijn er ook wolkenvelden. Later op de dag kan er wat regen vallen. Die regen trekt van noordwest naar zuidoost over het land. Middagtemperatuur rond de graad of negen. Dat is ook de temperatuur op zaterdag en zondag. In de nachten is het wel ietsje kouder, temperatuur net iets boven het vriespunt. Verder zien we veel wolken in het weerbeeld. Van tijd tot tijd valt er ook regen. De zon zien we niet of nauwelijks. Verder waait er een overwegend matige wind, eerst uit het zuiden tot zuidwesten en later wat meer uit een westelijke richting. Tot slot nog de 15daagse verwachting. We zien de middagtemperatuur veelal toch wel in de buurt van de 10 graden uitkomen. In de nachten is het veelal iets boven het vriespunt. Misschien dat in de loop van volgende week het op een enkele plaats weer tot vorst komt in de nacht. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl